Ik ben kunstenaar en mijn huis staat vol met kunst. En kunst is voor mij het allerbelangrijkste wat er is. Het is een vorm van leven, wat je heel veel verdieping geeft. En het geeft me enorm veel vreugde. Als kind was ik al heel erg bezig met creatieve dingen. Dus zit er gewoon in. Ik vind het heerlijk om iedere keer weer een uitdaging te hebben. Ik heb geweven, ik heb geschilderd, ik heb geëmailleerd, ik ga ook beeldhouwen, wil ik ook nog doen. Mijn inspiratie, dat haal je soms uit de natuur. Ik ben een natuurmens en ik ben filosofisch ingesteld. Ik ben een beetje een techneut en daar haal je inspiratie vandaan. De meeste mensen die vinden het geweldig wat ik doe en die zijn ook heel trots op me. Dat ik dat op deze leeftijd nog kan. Als iemand zegt van, goh, je bent al 83, denk ik, oh ja, dat is waar ook. Daar leef ik niet mee. Ik leef gewoon mijn leven. En of het voor een ander misschien heel bijzonder is, dat is dan heel leuk, dat is een compliment. Maar daar streef ik niet naar. Ik zal ook geen werk laten zien aan iemand van, kijk eens, dat heb ik gemaakt. Nee, ik maak het gewoon.